heel erg vind, is dat via andere, meer mainstream kanalen, waar je een grotere populatie bereikt, dat de crowdfunding vaak als een gimmick gebruikt wordt. Van, ah, er is een heel grote Kickstarter-campagne geweest, die hebben zoveel opgehaald, zonder eigenlijk de mensen inderdaad echt te informeren. En dan denk ik bijvoorbeeld aan VTM, VRT, die af en toe wel eens een keer een crowdfunding-campagne laten zien, maar er eigenlijk ja, weinig achtergrond over geven. Van gewoon, ah, die hebben keiveel geld opgehaald. Maar daarmee weet je natuurlijk niks. Hè. Of, ja, crowdfunding, ah, dat zijn ondernemers die... die geld gaan halen van anderen en die daarmee dan hun onderneming financieren. Want wat ik zie bij heel veel van de ondernemers die via crowdfunding geld gaan ophalen, is dat ze heel vaak kritiek krijgen van mensen die dat niet begrijpen wat het is. Dus dat zijn zeker niet de mensen die dat de tijd lezen, denk ik. Dat die eigenlijk het verwijt krijgen van, ah, ja, je doet zelf je best niet. Of, ja... Crowdfunding, ja, dat is de easy way. Je vraagt gewoon geld aan anderen en zo gaat je ondernemen. Ja, maar dat is echt waar, dat is echt zo. Hè? Zeer kort tot de bocht. Ja, maar wel, ik vind dat hilarisch. En pas op, in het begin hadden we er veel mee in, maar zoals wij een campagne lanceren, doen wij ook op onze eigen social media. En af en toe zetten we daar dan wat ads op. En de ondernemer zet ook op zijn eigen, om zijn campagne te boosten, ook wat ads op zijn social media kanaal. En dan krijgen we dus op elke campagne dat we lanceren, krijgen we wel een of andere persoon die zegt van, ja, ga maar, als je geld niet bij de banken kunt krijgen, zul je het nergens krijgen. Of, ik zou ook willen financiering krijgen, kan je mij, hier is mijn rekeningnummer. Echt, dat krijgen we heel vaak binnen. En dat zijn inderdaad mensen, ja, die natuurlijk, ja, dus op iedereen mag zijn mening hebben. Ik vind dat ook leuk om te zien dat er mensen anders denken dan, maar op zich... Het moet wel geïnformeerd zijn. Ja, maar dat zijn mensen die heel snel daar een oordeel aan geven. Maar goed, zo gaat het altijd blijven. Het is gewoon een kwestie van de goede campagnes, ja, om daarmee naar buiten te komen op een geïnformeerde manier. Ja. En echt campagnes van ondernemers. Hè. Allee, nu ook op VTM onlangs was zo de campagne voor die deelnemers van, Huisgemaakt. Ja, juist, Harry en Janina. Trouwens, ik hoop dat die dat geld bij elkaar krijgen om een huis te kopen, want ik vond dat een super sympathiek koppel, by the way. En iedereen voelt daar ook natuurlijk heel wat sympathie mee. Maar ja, dat gaat dan weer over een donation gebaseerde crowdfunding. En die crowdfunding komt dan natuurlijk... In de pers, hè. Heel veel mensen zien die campagne. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde type crowdfunding als dat je als ondernemer doet. Maar op den duur gaan mensen dat wel denken. Ah, ja, die gaat gewoon eigenlijk geld weggeven. Maar zo werkt het niet. En ja, ik denk zeker naar die financiële crowdfunding. Ik denk dat voor Matthias nog veel moeilijker is voor rond crowdlending en crowdequity mensen te gaan financieren. Bij reward-based crowdfunding vind ik op zich dat nog wel goed meevalt. Ik zeg het, ik begeleid in alle vormen van crowdfunding bij Voca. Maar de meerderheid van de campagnes die tot bij mij komen, ja, zijn reward-based campagnes. En dan begin ik uit te leggen van, ja, op termijn kun je dan misschien nog een crowdlending of een crowdequity doen als je... Dat is misschien iemand die het makkelijkste te begrijpen. En je betaalt eigenlijk op voorhand, je krijgt achteraf je waarde, terwijl equity, ja, dan moet je al echt beginnen snappen hoe dat... Ja, bij equity zijn er inderdaad verschillende constructies. Maar op zich, ja, lending-based is... In feite ook een hele logische, hè? Want wie heeft al eens niet geld geleend, hè, voor een huis te gaan kopen? De mensen snappen dat principe van lenen heel gemakkelijk. Dus. Maar er wordt gewoon niet genoeg, ja, de focus opgelegd in de media. Allee, nu in de tijd wel, dank je wel. Ja, maar dat was inderdaad, dat was een artikel, maar je hebt inderdaad gelijk, als we dat op het HLN al proberen te lanceren, dan wordt dat inderdaad een beetje... Ja, ze hebben het gedaan via crowdfunding algemeen, maar geen kat die begrijpt of dat nu crowdfunding of niet is. Nee. Maar op zich, wat ik vooral merk, is inderdaad als een ondernemer goed zijn best doet eigenlijk om een bepaalde community rond. En vaak zijn dat soms wel de eigen klanten of zo, hè, die zeggen van oké, ik kan u een lening geven als ze dat goed uitlegt. Ja, dat zijn mensen die vaak de eerste keer zo crowdlending doen en dan terugkomen. En we zien onze recurring investors, noemen we dat dan, gewoon eigenlijk stijgen. Dat is omdat dat fenomeen gewoon... ja, bekender aan het worden is en omdat het nog altijd het spaarboekjes niets opbrengt en mensen worden daar gefrustreerd van. En nu zeker tijdens de corona, ja, mensen zaten thuis, ze konden niet op reis gaan, ze hebben hun tuinhuis zelf gezet of hun zwembad zelf gegraven. Wat maakt dat ze eigenlijk heel veel geld over hadden en zeiden van we gaan een keer iets anders zoeken. En we gaan misschien een ondernemer in de buurt steunen. En op die manier is dat dan wel, en je hebt wel een serieuze boost gekend daardoor. En ik denk gewoon crowdfunding.